Wat was er bijzonder in dit carnavalsjaar? Iets wat misschien al jaren in de lucht hing, gebeurde in 1975. Na de schoonzoon in 1973 kwam twee jaar later zijn zoon van Gerrit Huskes uit de Hoge Hoed als prins Herman III. Herman had natuurlijk makkelijke taak als zoon van, geen makkelijke taak als zoon van. En ook is de opvolger van een andere carnavalsicoon Teunke. Heel slim nam hij dus Teunke als adjudant. Maar Herman bleef heel gewoon zichzelf en stuurde op geheel eigen wijze het narrenvolk in dat jaar. Geboren met veel gevoel voor humor zwaaien hij de scepter dat jaar. Misschien is door wat de kiem ligt verdeuring intiem, bestaande uit Herman zijn zussen, die later op de gala volle jaren furoren zullen maken. Hef zelf nog een keertje met door. En nog van harte gefeliciteerd met jullie jubileum van deuring intiem.